Ik ben Jesper Rijpma en als politicus en als debater heb ik het belang van een goed gesprek ervaren. Sinds ik de politiek heb verlaten, zet ik mij als dagvoorzitter en als gespreksleider in om tijdens evenementen die gesprekken mogelijk te maken. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan een bedrijfsdag zijn waar je met het personeel een debat gaat over iets wat er op de werkvloer speelt. Of het kan een groot congres zijn, waarbij je het volledige publiek betrekt door bijvoorbeeld een digitale tool te gebruiken. Maar het allerbelangrijkste vind ik dus dat er een gesprek plaatsvindt, dat het publiek met elkaar van gedachten wisselt. Als dagvoorzitter breng ik een grote berg energie mee. En met die energie til ik jouw evenement naar een hoger plan. En dat kan in de volle breedte zijn. Want ik hou van een beetje tempo, van directe communicatie en zeker ook een beetje humor. En ik zorg er wel voor dat inhoud en proces in balans zijn. Afgelopen jaar is er een heleboel gebeurd. Het zijn allemaal voorbeelden van bijeenkomsten waar het gesprek uiteindelijk wel centraal staat. Of het nou klein of groot is, je wil dat men met elkaar praat over datgene waar het evenement voor georganiseerd wordt. Hoe zorg jij er nou voor dat er echt interactie plaatsvindt tijdens je volgende evenement? Dat het gesprek echt gevoerd wordt? En daarover denken we graag met je mee. Neem contact op en maken we van je volgende evenement een daverend succes.